Ron Meulenkamp uit Almere werd dit weekend in de eerste ronde uitgeschakeld tijdens de Players Championship Finals. Hij kan nu al zijn pijlen richten op het WK darts van de bond PDC. Ja, nou, ik kijk er heel erg naar uit. Dit wordt mijn vijfde WK, mijn derde bij de PDC. En de laatste paar keren was het anders als nu. Ik had toen nog niet de punten opgeschreven waar ik echt aan wou werken. Wat ik nu wel heb gedaan en al ook voel dat daar verbetering in zit. Dus dit wordt echt mijn eerste WK dat ik ook veel ervaring op heb gedaan de laatste twee jaar. Dus ja, dat wil ik nu allemaal meenemen. En we zijn genoeg met een groep aan het trainen, uren maken. En dat moet het uiteindelijk worden dan. Maar leg eens uit, wat heb je voor jezelf eruit gepakt uit de afgelopen jaren? Je zegt, het moet nu beter, het moet nu echt naar voren komen. Ja, maar goed, dat is begonnen 3 jaar geleden. Op een gegeven moment nam ik de stap van, oké, wat in mijn hoofd, van wat moet ik nou doen om echt beter te worden? Nou, ik ben 53 kilo afgevallen in die 2,5 jaar. Ik ben professional geworden. Ik heb mensen achter me gekregen die me steunen. En ik maak de uren. Ik zorg dat ik gewoon alles moet doen om een topper te worden. En ik ben ermee bezig. Ik hoop dat ik dat zo lang mogelijk kan doen, dat ik uiteindelijk ooit ergens kan zeggen zoals Van Barneveld, ja, het is me toch gelukt. Raymond van Barneveld heeft de darten in ons land echt populair gemaakt. Barney is meervoudig wereldkampioen. Als Meulenkamp van iemand iets kan leren, dan is dat natuurlijk van Barneveld. Ja, die heeft natuurlijk zoveel ervaring en die neemt daar ook gewoon de tijd voor. Ik ben heel goed bevriend met Raymond en ik kan alles bij hem kwijt als ik een keer vragen heb of wat dan ook. Dus ja, dat soort dingen helpen wel enorm. Ja, wat leer je bijvoorbeeld van hem? Nou ja, ik heb 35 jaar ervaring in de darts. Dus ja, als ik dan een keer zeg van, joh, ik kwam dit tegen. En hoe deed jij dat dan vroeger? Nou, dan neemt hij de tijd en dan vertelt hij hoe het zit. En ja, dan is het aan mij om te zeggen van, nou ja, doe ik niks mee. Of misschien moet ik even een ander opslaan. Ja, en daar voel ik me niet goed voor om dat te doen. Dus dat werkt gewoon. Morgen is de loting van het WK. Het toernooi in het Engelse Londen begint op 13 december.